boosheid die ieder ander op zijn minst op een gebroken pols zou komen te staan. Maar ja, bij poezen is het gewoon een verrukking. Een poes maakt van ieder mens die goed bij zijn hoofd is een masochist. En zeker Arie. Deze, dit is Daan, dat is de allerliefste en de allerdomste en de allerdikste, maar die kan weer het allermooiste dansen van allemaal. Hij kan cha-cha-cha, 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 maar hij kan ook van ta-di-da-dam, ta-di-ya-dam. En hij vindt het allemaal even lekker. Hé, hey, dikke dommert. Die maakte 11 pootjes vol, want die mist er eentje. En het is niet eens duur, het kost maar 700 gulden om een pootje eraf te laten halen. En dat is dus de inwendige tegenspraak. Het beest dat eigenlijk niet bestaan zou mogen. De enige poes ter wereld waar ik niet van hou. Omdat hij gek is. Dus nu hou vast te geven in deze vreselijk ingewikkelde wereld, waarin overal maar planten en dieren door elkaar heen lopen en van alles en nog wat, een chaos. De functie van een populair wetenschappelijk programma is om mensen in al die chaos om hen heen erop te wijzen dat er ondanks al die chaos hier en daar toch wel overeenkomsten zijn, dat dit ongeveer net zo is als wij. En vooral natuurlijk dat wij eigenlijk net zo zijn als die beestjes daar hoog boven in de bomen. En overigens dat het ondertussen toch een chaos blijft. Ja, natuurlijk, anders is er geen lol aan. Maar wat is er dan mis met die natuurprogramma's die we overigens te zien krijgen? Oh, heb je even tijd? Zeker. Nou, wat mij het eerste opviel aan natuurprogramma's is dat die beelden, die zijn met ontzettend veel liefde en zorg bij elkaar gegaard. Er ligt tegenwoordig achter bijna elke boom in een natuurgebied ligt een filmer bij liefst min 20 graden te wachten tot hij de linker achterpoot van een of ander beestje eindelijk helemaal jovel in beeld krijgt. Maar als die filmbeelden eenmaal in Hilversum zijn aangekomen, dan halen ze ergens een Mongool vandaan die daar een soort tekst bij neuzelt. Je kent die natuurprogramma's wel. De zon gaat op boven de Kilimanjaro. De oude leeuw strekt zijn poten. Wat zal de dag van vandaag brengen? Eén ding staat vast. Het zal een dag vol spanning en gevaar zijn. Want de natuur. En dan komt die panfluit. Ja, ja. Nou ja, en dan zien we een gazelle. Nee, want dan zijn opa en oma in slaap gevallen. Oh, ja, ja, ja. En papa en mama aan de afwas. Dus dat programma, dat beantwoordt. Dus ze worden ook altijd omstreeks die tijd uitgezonden natuurlijk. Ik wil niks vervelend zeggen van collega's. Maar Waku, dat kon ik nooit langer dan een minuut aanzien. Omdat er altijd van die tekst bij zit waarin die beestjes vermenselijkt worden. Ik kan me herinneren, 50 jaar geleden, Godfried Boomstra al iets tegen de krant heeft geschreven. Maar, nou, 40, want er was nog geen televisie. Maar zo van, hier is Goudvis Gijs. Ah, daar komt Goudvis Govert. Wat hebben zij te bespreken? Ik vind het waarom doen we dat? Waarom maken we er mensen van? Ik vind het zo knap van je dat je er zelf naar durft te kijken. Stel je nou voor dat jij een politiek programma maakt. Je interviewt een of andere minister of zo. Nou, die leg je toch het vuur na aan de schenen. Dat wordt toch een soortement van wedstrijd. En ik weet zeker dat je dat programma niet Waku Waku gaat noemen. Of Oebele Boebele Boebele. Waarom moeten wij natuurprogramma's Waku Waku heten? Of Alle Dieren Zijn Gelijk? Of De Natte Neuzen Show? Maak jij een politiek programma De Natte Neuzen Show? Daar komt Hans van Mierlo binnen. Ja, dat zou helemaal niet zo'n gek idee zijn trouwens. Maar. Nee, maar de definitie van een natuurprogramma is dat het iets is wat je niet serieus hoeft te nemen. We hebben altijd narigheid, het nieuws en politici en talkshows. Godzijdank, was Ja Natuurlijk vroeger niet om serieus te nemen? Nou, de makers van Ja Natuurlijk namen het. Die Tiere sind uns heute gebracht worden und beide 1,5 Jahre alt, beide Kater und beide kastriert. Und ich denke, sie sind bestimmt Brüder, die sehen sich so ähnlich, die sehen sich richtig ähnlich, finde ich. Und suchen dringend ein Zuhause. Gut, also
ein ruhiges und braves Pärchen, kann man so sagen. Ja, und nur voneinander total abhängig, einer oder anderen will nicht essen. Ja, ist ganz klar, dass wir die nicht einzeln abgeben. Ne? Die gehen nur zu zweit ans neue Zuhause und ans hoffentlich allergiefreie. Sehr, sehr schöne. Sind natürlich auch kastriert und alles, ja, ist klar. Ja, geimpft, kastriert, alles. Ja, das ist natürlich immer schlimm mit einer Allergie. Auch bei den nächsten Tieren kommt es ab und zu vor, liebe Zuschauer, dass jemand allergisch ist. Das sollte man also vorher wissen. Kijk, dat Amsterdamse stuk, Emily, is geheel gebaseerd op de story en de privé. Terwijl volgens mij de Weekend veel betrouwbaarder is. Hierin lees je het eigenlijke geheim van Paleis Huis ten Bosch. Namelijk dat de koningin Emily helemaal niet ziet zitten. En zelf een meisje heeft uitgekozen voor de kroonprins. Maar Willem-Alexander wil op zijn beurt Emily niet kwijt. En dat is een hele mooie scène geworden tussen hem en zijn broer Friso aan het eind van bedrijf 2. We zitten een beetje met het probleem van de leeftijd qua bezetting. We hebben wat weinig jonge spelers, maar ik geloof dat dit stuk heeft zo'n dramatische kracht dat je daar wel overheen stapt, dacht ik wel. Denk goed na, Alex. Je weet, als je Emily nog één keer ziet, wordt mama woedend. Nou, dan kun je het koningschap wel vergeten. Zeg dan maar dag met je handje tegen de troon. Dat weet ik ook best, mijn beste Friso. Maar ik kan Emily gewoon niet vergeten. Het is ook zo'n lekker dingetje, joh. Natuurlijk is ze een lekker dingetje. Iedereen vindt haar een lekker dingetje. Zelfs vader vindt haar een lekker dingetje. Als je het mij vraagt. Nou, en die vindt niet gauw iemand een lekker dingetje. Dat weet jij net zo goed als ik. Die Vanessa is gewoon een bekakte trut. Maar man, hoe kun je nou zoiets zeggen van je aanstaande koningin? Heftige Hans, hier draait het om, hoor. Veel meer in die zin, veel meer. Maar man, je pakt hem ook mee. Maar man, hoe kan je zoiets zeggen? Daar draait de sleutels in. Ja. Want als Willem-Alexander aan Emily blijft hangen, moet hij afstand doen van de troon, word jij koning. En dat wil je niet. Dus daar komt dat allemaal uit in die ene zin. Maar man, doe. Maar man, hoe kun je nou zoiets zeggen van je aanstaande koningin? Koningin, geef dat nog een meer. Van, daar, van je, ja. Maar man, hoe kun je nou zoiets zeggen van je aanstaande koningin? Koningin! Goed, daar komt ie. Dat is raar. Dat moet. Ja, doe nog een keer. Even. Nou, dan ga ik morgen subsidie aanvragen bij staatssecretaris Nuis. Dat krijgen we niet. Maar wel heel veel stukken in de kranten. Vooral in de kwaliteitsbladen, Volkskrant, NRC. Die willen nou ook wel eens graag schrijven over Emily en de kroonprins en dat soort gedoe. Nou, dan spelen wij Vanessa zeker door tot ver in het voorjaar. We zijn nu al 5 weken uitverkocht.